Ik geef de microfoon even jou, maar je had nog een paar leuke dingen te vertellen, geloof ik. Dat is altijd zo, hè? Dat weet je. Ook vanuit het college en het gemeentebestuur allemaal van harte welkom. Iets minder druk dan andere jaren, maar we hadden net al met elkaar gecommuniceerd. Het is midden in de vakantieperiode en er zijn ook veel kinderen op vakantie. Maar ondanks dat gaan we vandaag weer een mooi feestje van maken. Stichting Kinderfeest en Mail hebben weer een prachtig programma gemaakt. Daar horen jullie en zien jullie straks meer van. Het leuke ding, denk ik, waar je op doelt, is de jaarlijkse uitreiking van het jeugdlintje, de jeugdlintjes. Inmiddels een traditie geworden, altijd op Koningsdag. Een schitterend initiatief van onze jeugdgemeenteraad. Ieder jaar weer leuk om te doen. In eerste instantie wil ik vragen of Hanna en Sven, of die aanwezig zijn, of die... Kijk, nou, ze staan hier al heel dicht bij me. Dat zijn mijn mede-juryleden dit jaar. En ze hebben al prijzen in de handen. Dus dat suggereert al dat we inderdaad ook dit jaar een jeugdlintje gaan uitreiken. Een jeugdlintje is bedoeld voor kinderen tot en met 13 jaar. En die moeten iets bijzonders hebben gedaan of een heldendaad hebben verricht. Of mensen hebben geholpen, kinderen in de omgeving of anderen. Of iets speciaals hebben gedaan voor een goed doel. Dit jaar hebben we 1 jeugdlintje te vergeven. Strenge jury dit jaar. En ik hoop dat ze aanwezig is, als het goed is wel. Miki de Wit is 8 jaar, die komt uit Mail. Wil die naar voren komen? Kijk, het is gelukt. Ja, graag jullie applaus. Dan geef ik in eerste instantie jou een hand. Van harte gefeliciteerd. En moeder is een hand. Ik zal heel even komen hier bij mij staan. De motivatie heel eventjes kort. Miki die neemt het op voor kinderen in de klas en op school die gepest worden. Een voorbeeld is een meisje bij jou in de klas die gepest werd en die heb jij geholpen. En je bent ook naar de juf gegaan. Je hebt gezegd dat ze naar de juffrouw moet gaan. En daarna is het pesten gestopt. En verder heb jij ook je ontfermd, zoals dat zo mooi heet, over een autistische jongen in de klas. Leraren, andere kinderen konden er moeilijk doorheen dringen. Maar jij hebt blijkbaar veel liefde en warmte gegeven, waardoor de jongen in jouw klas weer lekker in zijn vel zit, weer kan lachen. En nou, dit zijn voor ons 2 hele mooie redenen om jou dit jaar als superheld 2018 te betitelen. En ik denk sowieso dit als voorbeeld voor het pestgedrag. Dat is iets wat we natuurlijk niet willen. Niet in Mail, niet in Nederland. Het lijkt me ook een heel mooi thema wat we binnenkort aan de orde kunnen stellen in de gemeenteraad. Misschien kunnen we daar wel een project van maken om te bezien of we meer kinderen die gepest worden kunnen helpen. Ik had hier nog een persoonlijke hartekreet, dus knoop hem in de oren. Reken af met pestgedrag. En daar ben jij een heel mooi voorbeeld van. Mijn mede-juryleden die staan hier, Hanna en Sven, met de cadeautjes in de hand. In eerste instantie zou ik zeggen, dan beginnen we met het jeugdlintje. En daarna komt er een oorkoord erbij. Dus aan jou om het jeugdlintje om te hangen. En graag nogmaals een hartelijk applaus voor Miki. Onze heldin van dit jaar. En jij bent bescheiden, maar daar hoort ook de oorkonde bij. Ik zou zeggen, als je hem omdraait, dan vindt de fotograaf vast leuker. En dan heel vriendelijk lachen. Kijk, je wordt helemaal gestuurd. Oh, wacht, als we het nou zo doen, dan ziet hij ook nog jouw medaille. Kijk. Oh, kijk, hij is helemaal tevreden. Oké. Oh, hij spiegelt, ja. Thank you.
Nou, helemaal geweldig. Er wordt voor jou ook een speciale dag op deze manier. Nogmaals, mijn felicitaties. Geniet ervan en ben een voorbeeld voor al die andere kinderen. En volgend jaar weer nomineren voor al die helden in onze gemeente. Dankjewel. Yeah.